Hallo, dit is ja, je zag het net op het bordje, de Hidden Eagle Stables. En ik ga jullie een rondleiding geven. Dit is nog niet helemaal af, ik heb nog niet zoveel, maar ik wilde toch een video maken. En jullie zien nog meer van mij. Ik heb hier een trailer. Ik heb hem zelf geknutseld, dus best wel raar. Ik weet, ik ben er niet helemaal klaar mee. Je ziet, dus dat er plekken voor twee paden. Je moet hem hier losmaken zo. En dan het klepje open. Hiermee hang je hem aan de auto vast. Zoals je ziet heb ik hem al een keer ja, anders beplakt, zou ik zo zeggen. Ik heb ook een Playmobil autootje. Ik ben bijna jarig, dus kijk misschien de echte auto en trailer. Ik ga misschien ook nog Engelse filmpjes maken. Dat weet ik nog niet zeker, maar dat moet ik even kijken. Dit is de wei. Die wordt ook gebruikt voor trainingen. Daar zie je de spullen. Springbalk. De douche, zo kun je het zeggen, waar ze de paden wassen. Boven is een soort van kwartier, oorkwartiertje. Dit is de hond. Rex is een mannetje en hij zit altijd hier. Hij heeft zijn eigen matje, de bank en de poster van Vectro, Superhorse, One Only, een kastje, nog een kastje en een bed. En beheerder van het bedrijf, Amy. En Amy gaat ook vaak slapen hier in bed. Zo hebben we hier een deur, die gaat open zo. Ja, maar ik doe het nou even van boven, want dit is echt moeilijk. Hier hebben we alle halsjes hangen. Ik maak ze zelf. Misschien dat ik ze later nog op internet ga verkopen, dat weet ik nog niet. Het is echt heel makkelijk om ze zelf te maken. Sommige paarden hier hebben ze om. Niet allemaal. Hier zie je het eten spullen. Het is altijd heel erg leuk om hiermee te spelen, vind ik zelf. En ik maak ook nog niet zoveel filmpjes. Want dit is mijn eerste filmpje. Ik heb nog heel veel stallen leeg. 3 ongeveer. Dat is best wel veel. Maar ik ben er pas mee begonnen, dus ik ben nog niet zo ver. Een lege stal, een lege stal, een lege stal. 3 lege stallen. Het paard dat je daar ziet is Precious. Dat is mij. En ik vind dat prachtig. Ik heb al korting op gekregen bij de Intertoys. Ik vind dat echt geweldig. Ja, ze heeft een zwarte snoet. Die kwam een ras. Vind ik best wel een mooie ras. Hier heb ik een Kota. Met een zelfgemaakt halstertje. Lucy en Oranje. Heb ik gekocht in Monschau. Gedaagd terug op een kamp. Ik vind hem echt geweldig, hij is echt mooi. En als je trouwens van de sluitpaden wil kopen, moet je beter aan Duitsland gaan kopen, want dan zijn ze allemaal een euro goedkoper. Maar dat maakt niet. Dan hebben we Stardust. Ook een kamerhuispony. Dus ook een merrie. Dit was mijn eerste paardje. Samen met de veulen. Ik vond dat echt zo mooi. En ik wilde per se een paardenpoppetje. Toen besloot ik om filmpjes te maken. Ik heb ook gemaakt, maar die zijn niet allemaal perfect voor op YouTube. Ja. Trouwens, de stallen gaan makkelijk open. Je maakt gewoon niet aan het touwtje. Je draait hem zo open. Ik had dat nog niet laten zien. Hier hebben we Thunderbird. Is ook een mooie pony. Een quarter horse. Een hengst. Hij heeft ook echt hoefjes. Die vond ik echt geweldig. Ja. Is echt heel erg mooi, vind ik zelf. Hier hebben we de eerste veulen wat ik gekocht heb. Die heet Duke. Ik vind Duke echt heel erg mooi. Een klein slechtje of zoiets op zijn hoofd. Kleine hoefjes.
Ik vond hem heel erg leuk. Ik heb heel erg lang in de winkel gestaan om een vullen te kiezen. En dan hebben we als laatste Lolita. Die heb ik ook in Montreal gekocht. Dat is ook een IJsland pony vullen. En die heb ik, ja. Die is nieuw van 2012. En ik vind hem ook heel erg leuk. En dat was het zo'n beetje. Duimpjes omhoog. Als je het leuk vond. Maar ik denk dat de meeste duimpjes omlaag kiezen. Want het is best wel kort en ik doe er eigenlijk weinig mee. Maar ik ben nog nieuw, dus het is nog niet echt veel. Ik hoop dat je